Sven, wat doet Cloud Suite? Cloud Suite bouwt een e-commerce platform voor groothandels en merkfabrikanten. We staan 10 jaar en we zijn eigenlijk al 10 jaar bezig met ontwikkelen van software voor dat soort bedrijven. Die onderscheiden zich eigenlijk van consumentenbedrijven doordat ze werken met klantspecifieke prijzen, verschillende soorten voorraden, complexe vraagstukken, koppelingen met ERP-systemen. En wij bouwen daar gestandardiseerde software voor. De meeste van onze klanten die hebben al een webshop of een e-commerce platform. En die merken dat ze in zeg maar hun huidige technologie dat ze aanlopen tegen beperkingen. Dus simpel gezegd kunnen ze hun klant niet meer optimaal online bedienen. En dat willen ze, want tegenwoordig wordt alles digitaler. In 2025 is 80% van de groothandel digitaal. En daar heb je goede software voor nodig. Dus simpel gezegd komen bedrijven naar ons toe of vinden wij bedrijven die willen groeien in B2B e-commerce. Hun klanten beter online willen bedienen. Maar tegelijkertijd ook de klant willen inspireren, meer waarde uit hun platform willen halen. Ja, daar bouwen wij een oplossing voor. Kan je een voorbeeld noemen van een bedrijf waar jullie zaken mee doen? Waar jullie al mooie resultaten bij behaald hebben bijvoorbeeld? Zeker, het zijn vooral groothandels. We hebben bedrijven als Charlie Temple van de Brillen en Goossens Wonen en Slapen. Maar hele mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld Van Gelder Groente en Fruit. Het is een groothandel in groente en fruit en die leeft aan de horeca. En die zijn 5 jaar geleden bij ons klant geworden en zien in die tijd dat ze bijna 100% digitaal zijn gaan handelen. Dus al hun klanten online kunnen bedienen. En dat komt omdat ze functioneel gezien kunnen klanten inloggen, hun eigen prijzen zien, bestellijsten kunnen invullen, orders kunnen ze plaatsen. Uiteindelijk hebben ze een enorme groei doorgemaakt in digitalisering, maar zien ze tegelijkertijd dat ze meer waarde uit dat platform halen, omdat ze goed omgaan met content, de producten goed verrijken en goed gevonden worden. En dat ze nieuwe klanten naar zich toe trekken, omdat ze mooie afbeeldingen hebben, werken met blogfunctionaliteit en dergelijke. Onze klanten zijn heel gevarieerd, van omzetten tussen de 5 miljoen en 1 miljard, zeg maar. Tussen de 100 en 1 miljoen producten en tussen de 5 en 50.000 orders in de maand. Dat gaat alle kanten op. Hoe zit het met de beursbezoekers? Wat je ziet in de eerste jaren is dat, laat ik zeggen voor corona, dat mensen oriënterend of zonder echt doel naar de beurs komen. En juist nu zie je dat mensen met een heel concreet doel naar de beurs toe komen. We willen een nieuw e-commerce platform of we willen een soort functionaliteit die we aan het zoeken zijn. Dat zien we gebeuren en wat we aan de andere kant zien gebeuren is dat voor corona toen realiseerde die groothandel wel dat ze iets digitaal moesten. Alleen is het afgelopen jaar zo enorm urgent geworden om je klant optimaal te kunnen bedienen in dat online kanaal. Dat mensen echt willen gaan digitaliseren die bedrijven en daarvoor nieuwe software nodig hebben. Dus het onderwerp is momenteel relevanter dan ooit. Daarom is het supergoed dat we hier staan en hebben we hele goede en prettige gesprekken met mensen. Worden we goed gevonden en hebben we hele goede marketingmensen die ervoor zorgen dat mensen ons ook organisch vinden. Dus ik ben echt super tevreden. Dankjewel Sven. Ja, ook bedankt. Mocht u thuis meer informatie willen over het e-commerce platform van Cloud Suite, ga dan even naar onze website. Dit was weer het laatste interview, maar ik ga nog even verder wandelen op de beurs.